Er vindt momenteel crisisoverleg plaats tussen LTO-voorzitter Sjaak van der Tak en demissionair landbouwminister Piet Adema. Beide heren praten vandaag over twee kamerbrieven die onlangs werden verstuurd. Eén gaat over de lagere GLB-premie en één over de aanwijzing van meer nutriënten voor ontreinigde gebieden. Op het boerenerf stapelt dit zich allemaal op. En dat is de grote reden waarom wij eigenlijk met de minister crisisoverleg hebben aangevraagd. Om te kijken wat wij hier aan met elkaar in de komende weken nog kunnen doen. Maar feit is dat wij als LTO zeggen, zo kan het niet. Ik denk dat we uit van alles wat er aan mogelijkheden lag, dat dit het minst slecht is. Maar dat deze maatregelen ingrijpend zijn voor de sector, begrijp ik. Maar op het moment dat we de derogatiebeschikking zouden verliezen, of we zouden de terugvaloptie uit de derogatiebeschikking moeten gaan toepassen, dan zou het nog veel erger zijn geworden. Want er was heel Nederland nutriënt van het reinigingsgebied geworden. En dat was nog veel slechter geweest voor de sector. Ja, feit is, dan had hij denk ik ook eerder in dit jaar toch met ons moeten overleggen over de wijze waarop dat wel kan. De minister is voortdurend bezig met middelenvoorschriften, met geboden en verboden en verplichtingen. Maar waarom toch niet overstappen van doelsturing? Hij maakt in de begroting 2024 geldvrij 10 miljoen voor doelsturing. Wat mij betreft zet hij die 10 miljoen nu in om uiteindelijk ervoor te zorgen dat er een aantal pilots komen in relatie tot die nutriënt verontreinigde gebieden. Waar boeren samen met het waterschap komen tot doelsturing wat voor hen veel beter is dan uiteindelijk de 5% die we komend jaar moeten verminderen en uiteindelijk de 20% voor de komende jaren. Dan had je een andere weg kunnen kiezen. Daartoe gaan wij de minister oproepen. Veel onrust is er bij boeren over de data die Adema van de waterschappen heeft gekregen. De cijfers die hij gebruikt voor de mate van vervuiling van het water zijn recent en komen uit de periode 2021-2022. De cijfers voor het aandeel van de landbouw daarin komen uit de periode 2010-2013, omdat niet alle waterschappen recentere cijfers hebben. Nou, kijk, wij willen wel kijken naar een uniforme aanpak. Het gaat hier ook om generieke maatregelen die voor iedereen gelden. En dat betekent ook dat in het kader van rechtsgelijkheid ik er ook voor moet zorgen dat de data die eronder liggen, dat die ook uniform zijn. En er zijn waterschappen inderdaad die hebben meer geüpdate data. Er zijn ook waterschappen die dat beslist niet hebben. En vandaar dat ik heel graag met de waterschappen nu ook in de slag ga om te zorgen dat we zo snel mogelijk geactualiseerde gegevens krijgen. En die ook op het uniform niveau, zodat we die ook kunnen gebruiken bij de verdere uitwerking van de plannen. Dan had je maatwerk moeten toepassen. Een belangrijk punt is dat de data 2010-2013 van die waterschappen niet overeenstemmen met de huidige werkelijkheid van 2023. Dat kan niet. En daarom zeggen wij, zorg er nou voor dat in 2024 met waterschappen, met boeren, om de tafel wordt gezet om de juiste cijfers boven tafel te halen, de juiste normen en dat daarop beleid gemaakt wordt. Als het gaat over het GLB wil Adema kijken of er meer geld beschikbaar komt voor de eco-regelingen. Van der Tak verwacht niet dat er deze week een oplossing komt, maar hoopt wel snel duidelijkheid te krijgen. Wat doet u als dadelijk in dat overleg blijkt dat de minister niet of nauwelijks wil bewegen? Dan gaan wij uiteraard naar de Tweede Kamer. De nieuwe Tweede Kamer. Bovendien heeft diverse partijen, ik zag BBB, ik zag CDA, ik zag VVD, die in ieder geval hierover in die nieuwe Kamer al willen spreken. Dus ook daar zullen wij heel nadrukkelijk onze eisen duidelijk maken.